Ja, we zijn hier in het Maritiem Depot bij Batavialand. En dit is dus de maritieme collectie met allerlei objecten uit scheepswrakken. En daar heb ik er voor de gelegenheid twee topstukken van uitgezocht. En de eerste die ik jullie eigenlijk wil laten zien, dat is deze deksel van een koperen tabaks- of snuifdoos. En wat je meteen opvalt, dat is het grote portret wat erop staat. En de tekst PWV Oranje. Nou, dat is Prins Willem van Oranje. Waarschijnlijk is het Willem III geweest, gezien zijn toch wel vrij opvallende neus. En ja, het is leuk dat we met zo'n object dus ja, kunnen zeggen dat degene die dit bij zich droeg aan boord van dat schip waarschijnlijk toch wel iets met die oranjes had. Nou, bekleden die oranjes zo in die eind 17e en in de 18e eeuw vaak de positie van stadhouder. En die hadden daarmee veel macht, maar daar kwam ook weer een tegenbeweging op. Namelijk de patriotten. En uit een ander wrak, uit het einde van de 18e eeuw, vinden we dan dit schoteltje. En daar zie je de vrijheidsmaagd met de vrijheidshoed op een staf met voor vrijheid en vaderland. En ja, dat was typisch patriottensymboliek. Nou, en het is heel leuk dat we dus met deze twee objecten, ja, bijzonder dat we daarmee iets kunnen zeggen over de politieke voorkeur van degene die aan boord leefden.